Een soort omdenken van het werpen nijbroeken van oude kleren hier in het provinciehuis deze week. De provincie wil koprinder blijven op wij naar een economie dat zo min mogelijk voortsmieten wordt. Maar dan moet je er als consument wel voor kiezen kennen. Nou, daar is ik nog een lange weg te gaan. We zitten nog echt in een soort lineair productieproces. Maar hier zorgen we dat het bijgelijk zo mogelijk is om circulair produceerde kleren te krijgen. Juster hebben we shown dat het heel goed mogelijk is om circulair geproduceerd eten, om dat voor elkaar te krijgen. En aan de andere kant is het ook een kwestie van, als er meer vraag komt, zal er ook meer aanbod komen. Bedrijven staan in de startblokken om dit soort ontwikkelingen in te gaan. En dat de vraag meer toeneemt, zullen er ook meer producten komen. Een van die nieuwe producten is de Friese trui. De Friese trui is maken van Friese grondstoffen door de Friese gemeenschap. En we willen een ontwerp door een Friese ontwerpster wat de trots op de grutske van Friesland weerhoudt in het patroon. Eind dit jaar met de trui in de winkel lezen, maar dat is nog maar het begin. Uw ambitie is dat de Friese trui een herkenbare trui wordt. En wij zeggen, dan maak je ambitie, hè. Dus liek als de Noorse trui of de Ierse trui. Dat zijn hele herkenbare truien. En we zouden graag willen dat we in dat rijtje terug te komen. Maar dat is nogal een ambitie. Ja, dat klopt.